naar boven toe. Voor hem in ieder geval veilig is om op te stijgen. En als hij zegt van ik ga nu merken dat we voldoende lift hebben, dan zegt hij tegen de crewleden die ook een belangrijke rol natuurlijk hebben om de ballon nog even vast te houden. En op enig moment zegt de Koenhoutenaar en dan zegt de piloot we laten nu de mand een beetje los. Dan weten we dat we voldoende stijgingskracht hebben en dan op enig moment zal ook hij op gaan stijgen. Opstijgen met een hete luchtballon. Het is een magnifiek gezicht, het is een magnifiek gebeuren. En dat zullen de passagiers vanavond ook mee gaan maken. Sommigen kijken wat uit met een bepaalde grimas op de gezichten. Dat ze zeggen van, oh gaat het allemaal wel goed komen? Ja, het gaat allemaal goed komen, het gaat allemaal geweldig worden. En dat weten de passagiers en de piloten van de diverse ballonnen natuurlijk vanavond ook. Het meest spectaculaire moment is wellicht ook het daadwerkelijk opstijgen van de passagiers met een ballonvader. Dan zie je als passagier, wanneer je nog nooit opgestegen bent met een hete luchtballon, dan voel je wat bibbers in je benen, je voelt wat borrelen in je darmkanaal en dan op enig moment ga je daadwerkelijk opstijgen. Daadwerkelijk opstijgen, dan zie je de grassprietjes niet meer als grassprietjes, maar dan zie je het gewoon als één grote biljartlaken onder je weg verdwijnen. En dan weet je ook daadwerkelijk dat je opgestegen bent met een hete luchtballon. Dat is het mooie van ballonvaren. We kijken naar Koenhoutenaar die de branders volop aan het werk heeft gezet. Er worden nog wel lege gasflessen uit de ballonmand gehaald, zodat we minder belast hebben. En dan zal ook hij straks het teken gaan krijgen en geven aan de passagiers. We zijn zover, we gaan daadwerkelijk opstijgen. Kijk, dat is mooi om te zien dat die crewleden, wat we al even gezegd hebben, niet alleen de piloot heeft belangrijk werk te verrichten bij het ballonvaren, maar ook crewleden. Want de crewleden die zorgen ervoor dat alles vanavond weer in goede banen geleid wordt. De crewleden die houden de ballon in bedwang. Die weten dat de ballon dan zo dadelijk ook los gaat komen. En straks zullen ze in de achtervolging gaan op de piloot. Want ja, die piloot moet uiteindelijk ook weer terug gaan komen. Het is zover. Daar gaat hij. Onze Belgische ballonvader is opgestegen. Ja, dan krijgt ook hij natuurlijk een enorm applaus. 24 man in het mandje. En dat allemaal bij Koenhoutenaar. Koenhoutenaar afkomstig uit Destelbergen. En Destelbergen ligt onder de rook van Gent in België. Hij vindt het natuurlijk geweldig om hier ballon te varen. Meer dan 2300 vaaruren heeft deze Koenhoutenaar op zijn naam staan. En wat te denken waar hij overal gevaren heeft. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. Hij heeft over heel de wereld gevaren. En hij is in zijn dagelijks leven beroepsballonvader. En naast het feit dat hij beroepsballonvader is, is hij ook de dealer van de Cameron ballonnen in België. Cameron overigens een van de grote ballonfabrikanten van de wereld. En naast Cameron ballonnen te vinden in Engeland hebben we natuurlijk ook de Kubicek ballonnen. En zo zijn er nog een aantal ballonmerken meer. Maar de Cameron ballon is toch wel het meest gerenommeerde ballonmerk wat we eigenlijk kennen. Ballonnen dus in alle vormen en maten. We zien ook dat Luc Poppe druk bezig is samen met zijn crewleden om de grote beer vanavond uit te pakken. Een beer waar je ook u tegen zegt. Wat natuurlijk geweldig mooi dat we die vanavond hier zullen zien. En hopelijk zullen we vanavond ook nog mogen kijken naar Mr. Globy. En eigenlijk is het allemaal al fantastisch mooi wat we vanavond aan ballonnen hebben. Er gaat niets boven Groningen, hebben we ook wel eens gezegd. Nou, er gaat deze dagen, de afgelopen 4 dagen, is er niets anders dan boven Joure gegaan. Want Joure, niet alleen bekend natuurlijk van Douwe Egberts of Egbert Douwers, maar natuurlijk nu ook 36 jaar lang. Bekend van de Friese ballonfeesten. Friese ballonfeesten waar je nu tegen zegt. En als je daarna gaat, 36 jaar geleden, toen was het nog toegestaan om meer dan 25, dan 35 hete luchtballonnen op te zetten en om te laten stijgen. Dat is hier in jouw rol nooit gebeurd. En toen op enig moment, toen zei onze Rijksoverheid, we stonden ermee. We vinden dat we wat eisen moeten gaan stellen. En vanaf dat moment mochten er in Nederland nog maar 35 hete luchtballonnen per keer opstijgen bij evenementen. Aan de ene kant is dat jammer, dat had weer dus te maken met het feit dat de Rijksoverheid vond dat de landeigenaren in bescherming genomen moesten worden. De landeigenaren moesten in bescherming genomen worden, omdat er anders te veel luchtballonnen op één weiland terecht zouden kunnen komen, meer dan ergens een landing ingezet zou worden. Nou, eigenlijk zeggen de landeigenaren, het jammer dat we dat zelf niet mogen bepalen, want we vinden het meestal hartstikke fijn dat er een hete luchtballon of meerdere hete luchtballonnen in onze landerijen gaan landen. En dat is natuurlijk ook geweldig, want een landeigenaar wordt als dank beloond met altijd een boerenpakket, een fles champagne, noem het allemaal op en allemaal niet meer. En dat is natuurlijk ook weer fantastisch mooi. Maar goed, 35 hete luchtballonnen, het maximum aantal ballonnen wat dus hier in Nederland op mag stijgen. En ja, dat is dan een zeer respectabel aantal hoor. We kijken naar de volgende hete luchtballon die ook losgekomen is. De PAGRM, dat wil zeggen de Groningen.
zojuist opgestegen. Jelke Haven, hier zo vanaf komstig uit het mooie Sint-Niek. Hij in 1992 alweer supervet gehaald. Meer dan 1800 vaaruur op zijn naam staan. Hij weet wat ballonvaren is. Eigenlijk heeft ook hij de hele wereld al overgevaren met een eten luchtballon. En vanavond opgestegen in de ballon de PHGRM. Jelke Haven, afkomstig uit Sint-Niek. Ballonnen overigens zijn geregistreerd als vliegtuigen, wat al even gezegd is. En dat is ook mooi. PHGRM, hoe kan het ook anders, zojuist opgestegen. Met niemand minder dan Jelke Haven.